Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hoe wij hier ook samen kwamen. We waren op Nieuw Amsterdam met de Chinezen en we zijn nu hier voor de Marine Trap met de Portugezen. Meneer Dos Ramos, hoe is het met u? Hi go. U gaat ons alles vertellen over de Portugezen. Wat ik ervan weet. Ja, ja, ja. We zijn zo terug. Ja, meneer Orlando, hoe zijn die Portugezen naar Suriname gekomen? Nou, de eerste zijn gekomen als emigranten. En we moeten het eigenlijk een beetje weten hoe het op Madeira, want het zijn niet zozeer Portugezen, het zijn Portugezen uit Madeira. Oh, uit Madeira. Dat is iets anders, want we hebben hier in Suriname hebben we drie groepen van mensen die Portugezisch worden genoemd. Ja. De eerste, dat zijn de Joodse Portugezen. Dat zijn mensen die al in de vroege eeuw, vroege tijd, op Jodensavanna en zo hier de zaken hebben opgezet. En dan praat je over 16 zoveel. Ja. Maar lang daarna, 18 zoveel, toen de slavernij bijna werd afgeschaft, toen kreeg je hier dus de Madeira-Portugezen. Uh-huh. Die zijn hier naartoe gekomen vanaf 1853. Uh-huh. En voordien was er dus al in de Engelse koloniën, was de slavernij al 30 jaar afgeschaft. Want wij waren hier later mee in 1863. Uh-huh. Daar is het in 1834 in het Engelse kolonie afgeschaft. Ja, ja, ja. Dus toen gingen die plantagehouders daar, kregen dezelfde problemen die later onze plantagehouders hier in Suriname ook kregen. Namelijk, die mensen die als slaaf hadden gewerkt op die plantage, wilden daar niet meer blijven werken. Ja. Ze vonden het zo verschrikkelijk om daar te moeten werken, dat ze zeiden van hang bam, ik weet hoe. Ja, ja, ja. Maar waar ligt Madeira zelf? Madeira ligt in de Atlantische Oceaan. En het ligt voor de kust van Marokko eigenlijk, zo schuin onder de kust van Portugal. Mm. Want Marokko ligt vlakbij Gibraltar en ja, zo, die smalle opening van de Middellandse Zee. Mm. En daar heb je dan Portugal. En die Portugezen waren altijd een zeevarend volk. Dus die zijn overal op de wereld hebben ze kolonies gemaakt. Heel Zuid-Amerika, tenminste Brazilië in ieder geval, was een kolonie van Portugal. Oh, daarom dus, praten ze Portugees daar. Ja, daarom praten ze daar nog steeds Portugees. Ja, ja. En zo heb je ook in Afrika. Heb je Mozambique en zo, dat zijn ook Portugese koloniën geweest. Ja. Maar ze hebben dus toen dat eiland daar ontdekt, dat was een onbewoond eiland. Uh-huh. In de jaren 14 zoveel, 1480, 1490, vlak voordat Columbus deze kant uitkwam. Dat is Matike Abra. Dan hebben ze het overgenomen, hebben ze het in bezit genomen. Ja, ja. En toen hebben ze het eigenlijk uitgedeeld zoals het in die feodale tijd ging. Uh-huh. Onder de rijke jongens en onder de edellieden. Die zich goed hadden gedragen, die kregen een lapje grond daar op Madeira. En die mannen waren de grootgrondeigenaren van het gebied. Oh, en hoe groot is Madeira ongeveer? Ja, dat zeg ik net, zo'n 40 kilometer lang en 20 kilometer breed op zijn breedste punt. Dus het is van hier naar Sanderij, langs Domburg, zo terug, dan naar hier Madeira. Maar waarom hebben die mensen uit waarom zijn die Portugezen uit Madeira vertrokken naar Suriname? Oké, dat moet ik eventjes vertellen. Ze kwamen eerst hier. Madeira of Portugal had met Engeland een hele nauwe verbintenis. Al vanaf vroeg in de jaren 1800. Mm-hmm. En dat kwam omdat ook een of andere prinses van Portugal. Ik ben niet zo goed in historie en in namen onthouden. Maar vanaf de 17e eeuw hadden ze nauwe banden tussen Engeland en Portugal. En dat kwam door een huwelijk van Charles II met de Portugese Catarina van Bragança in 1662. Mm-hmm. Je ziet dat lang voor dit hele ding gebeurde, want het is allemaal 18 zoveel, 200 jaar later. Ja. Maar eens toen hadden ze goede betrekkingen. Ja, ja. En toen ze dus bij die Engelse koloniën in problemen kwamen omdat de slavernij werd afgeschaft in 1834, zij hadden daar ook een soort staatstoezicht. Net als wij, maar daar heeft het maar 4 jaar geduurd, tot 1838. Dus toen hadden ze, in 1838 waren al die slaven van die plantages in Guyana, in Trinidad, in Sint Lucia, noem maar op, al die eilanden hier, die Engelse koloniën waren, die hadden daar dus al veel eerder het probleem dat wij hier later kregen met slaven die niet meer, ex-slaven die meer wilden werken op die plantages. En toen zijn ze dus al in die tijd, vanwege die goede verbanden tussen
Madeira en Engeland zijn ze dus al gauw ertoe overgegaan. Heeft Engeland een verzoek gedaan of er dus geen mensen, bijvoorbeeld uit Madeira, daar naartoe konden gaan om te helpen met het suikerriet planten. Mm. En toen waren er dus al, was er al de eerste kolonisatie naar Guyana. Mm. Dat kan je lezen in dit boek. Ja. Van de Portuguese of Guyana. En daar hadden we dus in 1830 ongeveer zijn ze al begonnen daar naartoe te gaan. Ja. Die eerste kolonisatie in Suriname was eigenlijk meer een toeval. Mm. Een kapitein die naar Guyana ging met reizigers vanuit Madeira. En we gaan straks erop komen hoe ze komen aan die route. Ja. Maar die sloeg hier de Suriname rivier in plaats van de Berbice River of hoe heet dat ding daar, de Essequibo River, om naar Georgetown te gaan. En toen kwamen ze hier en lagen ze hier op de boot. En toen zeiden ze, hé, is hier Guyana? En toen hebben die planters hebben daar gelijk op gereageerd. Door te zeggen, want je hebt mannen aan boord die willen werken op een plantage. We nemen ze meteen aan. Oh. Want toen was het al hier, 1853. Dus de afschaffing van de slavernij was al heel dichtbij. Mm-hmm. En toen had men dringend arbeiders nodig op die plantages. En toen hebben ze al die 124 man die op die boot zaten, hebben ze aangenomen op die plantages. Ja, ja, ja. En die boot is weer teruggegaan. Want hier is de marinetrap, hè? Ja, daar is eigenlijk de marine. Dit is de stenen trap, maar dit is meer gebruikt geworden door de boten toen. Ja. Want er was geen steiger in die jaren. Ze kwamen gewoon met de boot, lagen daar in het midden en er kwamen barkoes naar de kant om de mensen af te zetten en zo. Maar waarom komen ze maar naar hier vanuit Madeira? Want je zou zeggen, het ligt zo ver weg. Ja. Het is helemaal de andere kant van de oceaan. Maar die boten die toen uit Europa naar de Caribbean vertrokken, en dat waren er nogal wat, want al die eilanden die hadden verbanden met Engeland en met andere met Engeland en met Engelse koloniën hier. En die brachten dus goederen, handelsgoederen vanuit Europa naar dit Caribisch gebied. Ja, ja. Naar Suriname, Guyana enzovoort. Trinidad, al die eilanden die ik net even noemde. En toen heeft men dus die boten, die gingen niet in een rechte lijn zoals ze nu varen vanuit Holland een boot hier komt. Zet hij zijn roer, zet hij pam op de richting want dat je hier bij de monding uitkomt. En hij vaart achter elkaar 11 dagen door en hij is hier. Maar toen waren het zeilboten. En toen duurde het niet 11 dagen, maar 11 weken. Of something like that. Serieus? Dus die mannen gingen dan eerst langs de kust van Europa, naar het zuiden, langs Portugal, langs Marokko. En dan gingen ze naar die eilanden. En dat waren of de Azoren of Madeira. Azoren is ook zo'n eilandengroep. Die ligt ietsje ten zuiden van Madeira, maar is ook eigendom geweest van Portugal. Oh. Is ook nog een deel van Portugal. Dus eigenlijk naar wind, iets had je maar kon, ja. Ja, ja, en de wind ging van daaruit, had je die Noordoostpassage, die bracht ze precies naar hier, toch? Ja. En zo gingen die mannen over de grote oceaan, over de Atlantische Oceaan. Ja. En dan kwamen ze hier aan. En wat je had op Madeira, was dat men al gauw contacten had, want er ging iemand een keer mee met zo'n boot, van waar gaat die boot naartoe? Ja, ja, ja. Kijk, eilandbewoners zitten altijd op een klein stukje grond. Ja. En overal waar ze lopen, boksen ze met de zee. Met de zee, ja, ja. Dus die mannen willen kijken wat is aan de andere kant van die zee. Dus dat is een soort drang die er is bij eilandbewoners. Dat hebben Engelsen, dat hebben Madeirese ook. Ja. En die zijn dus toen gewoon bekijken hier. En die schrijven brieven. En dan moet je nagaan, zo'n brief duurde ook 3 maanden voordat hij heen en terug was gegaan. Want die boot die ging eerst hier langs allerlei landen. Guyana, Venezuela, noem maar op. Ja. En daar deed hij zijn boodschappen. En daarna vertrok hij weer met goederen die hij hier had geladen, weer naar Europa. Mm-hmm. En die werden daar verkocht en dan gingen we met andere goederen die hier weer moesten worden gebracht, ging diezelfde boot weer terug langs diezelfde route. Dus langs die route lag Madeira eigenlijk, en het was een krooppunt waar ze kwamen om vers water en verse groenten te halen. Oh. Want tuinbouw is altijd in een hoog niveau daar geweest. Okay. En ze hebben dus allerlei groentes en dergelijke hebben ze daar altijd gehad. En dat was dus de reden waarom die boten daar aanlegden. Ja, want anders zouden ze eromheen varen. Maar ze gingen water halen en groenten. Groente. En zo gingen ze dan ververs met proviant gingen ze zo de oceaan over. En dan kwamen ze dus hier in deze regio. En toen waren er een heleboel mensen. En je hebt die georganiseerde immigraties gehad naar bijvoorbeeld Guyana. En één daarvan is per ongeluk hier terechtgekomen.
per ongeluk. Ja, dat zei ik toch, die kapitein ging dat de Guyanese rivier was waar, ik weet niet of dat de Berbice River is of een andere rivier. Maar in ieder geval kwam hij hier de Suriname rivier op en hier heeft men toen die boot als het ware ingepalmd en die mensen overgenomen voor de Surinaamse plantages. Mm-hmm. Meneer Orlando, dus die boot is hier aangekomen met uw voorouders. Wacht even. Er zijn meer, want ik heb gezegd, er zijn meerdere soorten van Joden. Ik heb eerst die Joodse Joden en dan heb je die Madeirese Joden, dat zijn Rooms-Katholieken. Die waren geen Joden, die waren Rooms-Katholieken allemaal. En die zijn hier naartoe gekomen vanaf 1853. En toen die hier kwamen, maar dat waren dan mijn voorvaderen, mijn opa, daar heb ik een mooie foto van ook, dat ga ik straks op een stick afgeven. Ja, ja. Dan ga ik mailen naar Veruska. Veruska. Daar, die foto, daar zie je hem staan, een stevige kerel, weet je wel, grote snor. Maar hij is mijn opa die hier naartoe is gekomen in 1898. 1898. Vlak voor de eeuwwisseling van 1900. Ja. En hij is hier gekomen als avonturier, zeg maar, als onafhankelijke immigrant. Hij is gewoon gekomen, mag ik hier komen wonen? Hij heeft een vergunning aangevraagd om hier te wonen en is hier gaan werken en hij heeft een handelszaak gesticht. En hij heeft hier, uiteindelijk is hij hier getrouwd. Ja. Hij is eigenlijk in Venezuela getrouwd, want de Portugezen hier vonden, hij moest naar Portugal, naar Madeira terug om een vrouw daar te zoeken. Hè? Ja, want dat was heel streng in die dingen. Hè? Hij mocht geen vrouw van hier? Nee, hij mocht geen vrouw van hier. Hij heeft dus daar naartoe gestuurd, ga daar een vrouw. Toen is hij met de boot weggegaan, maar hij is in Venezuela uitgestapt. Maar die boot ging eerst naar Venezuela, heeft hij daar een tijdje gehangen. Ja. En toen is hij daar een vrouw gevonden. Dan is hij meegenomen naar Madeira, maar hij is toch doorgegaan naar Madeira. Ja. En dan vonden ze die vrouw goed, want die vrouw was half Portugees. Oh. Dus dat Portugees was dus heel streng. Ja, ja. En dat is hoe bij de Hindoestanen hier vroeger heel streng was. We moesten met de Hindoestanen, trouwen. Maar oké, toen zijn ze daar dus op Madeira geweest en daarna is hij toch naar Suriname weer teruggekeerd met die vrouw. En dan is hij rond 1900 is hij hier met die vrouw samen aangekomen. En toen heeft hij hier met die vrouw 5 kinderen gehad. De 5 kinderen, daar was mijn vader was de 3de zoon. Ja. En daarna kwamen 2 meisjes nog. Maar heeft u uw grootvader gekend? Nee, die was al dood in een jaar of 10 voordat ik geboren werd. Maar heeft u markante verhalen van uw grootvader? Nou, ik heb verhalen en er zijn mensen die andere verhalen hebben over die tijd. Ik heb verhalen van dat hij ook een van de eerste mensen was die hier een auto had. Oh. Want je leest in dit stuk van Brandvlu. Sint-Jan Brandvlu heeft hier een mooi stuk geschreven waarin ze het ook heeft over dat de eerste auto hier naar Suriname kwam. In, ik weet niet meer, jaartallen zijn niet zo belangrijk denk ik. 1834 is het daar is afgeschaft. Maar in ieder geval, hij heeft verderop daar aan de waterkant heeft hij een winkel gehad, waar nou hij de Vries is. Ja, ja, ja. Daar op die hoek zat hij een wijnhandel. Daar is hij eerst mee begonnen. Oh, met wijn? Met wijn, wijn importeren uit Madeira en verkopen. En toen heeft hij later heeft hij ook die winkel omgezet in de provisiehandel. En hij is tussendoor is hij nog een keer naar Madeira geweest, want hij kreeg heimwee naar Madeira. Dat is ook weer een typisch eilandbewoner gewoonte. Ze verlangen naar ergens buiten, ergens te gaan kijken, maar ze verlangen weer terug naar hun land. Ja, ja. Dus hij verlangde terug naar Madeira. Is hij teruggegaan, daar op een gegeven moment, met zijn hele gezin wat hij hier had. En heeft hij daar, heeft mijn vader, mijn moeder, op afstand gezien, want het was zwaar bewaakt in die jaren, toch? Ja, 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 ja. Mijn meisjes werden heel streng opgevoed. Ja. Ze mochten alleen maar uit het raam zo piepen en dan even wuiven. Dat was alles. Dat was alles. En toen was mijn vader was een jongen van 16 jaar toen hij daar naartoe ging. En hij was dus iets van 20, 21 toen hij terugkwam. En toen heeft hij aan zijn vader gevraagd van, je kent die man goed, die vader van die vrouw. Kan je vragen of we mogen verloven? En toen is dat inderdaad een meeting geweest en ze hebben een verloving afgesproken. Ja, ja, ja. He, maar dan mijn moeder mocht nergens meer uitgaan en zo. Ze moest haar werk doen. En zo. Streng. Ja, hele strenge zaak. Maar toen heeft ze 7 jaar in Madeira gezeten. En 7 jaar brieven geschreven naar mijn vader en hij weer brief terug. En dan moet je nagaan, die brief komt met een boot. Tjoeke tjoeke tjoeke, het was het stoomboot misschien, maar misschien ook een zeilboot. Ja. En na 2-3 maanden was hij hier.
En dan werd die brief afgegeven. Dan moest de antwoord geschreven worden. Zalig. Dan ging je weer met de andere boot. Dat ging ook weer misschien via een route langs Curaçao en Venezuela. Curaçao ging het weer terug. En dan ging het eerst naar Europa. En dan op de terugweg kwamen ze bij Madeira. Ja, dat is een lange reis. We zijn zo terug. Ja. Ja, na die boot van 1853 zijn er nog meer boten gekomen. In 1854 is er nog een boot gekomen met 155 man aan boord. Die kwam echt voor hier de mensen te lossen. Dat was echt een Madeira-emigratie. Emigratie uit Madeira en emigratie hier. En dat is zo doorgegaan tot 1863-64. Ja. Maar in totaal zijn er maar pakweg 500 mensen op die manier naartoe gekomen als emigranten. Dus er waren tot 1864 zijn er in totaal 503 mensen hier gekomen als emigranten uit Madeira. En we hebben daar een verdeling van. Daar zien we dat het 60% waren mannen, 20% waren vrouwen en 20% waren kinderen. Dus sommigen kwamen met hun hele gezin. En dat betekent dat er een behoorlijk vrouwen onderbezetting was, ook mannenoverschot. Dus die mannen hebben hier toen zich eigenlijk al heel snel gemengd met lokale vrouwen. En hebben dus met lokale vrouwen zich verder voortgezet en voortgeplant. Mm-hmm. Dus dat is een van de dingen. Ik heb zelf ook, ik moet wel zeggen, er is één, want er werd niet georganiseerd zoals van de Chinezen wel eens hebben. Dat ze Chinese vrouwen uit China halen. Dat is bij de Madeira. Mijn moeder is een grote uitzondering daarop. Want die is wel, omdat mijn vader daar was met zijn vader, ja. Heeft hij haar gezien. En toen ze na 7 jaar heen en weer schreven, met die geweldig strage postverbinding, is ze daarna uiteindelijk hier naartoe gekomen. Ja. Onder chaperone van een goede vriend van die opa van me, van haar vader. Dus dat was meneer Vasconcelles, die hier die winkels had van Vasconcelles. Ja. Vasconcelles winkels, die had 3 ervan. En die heeft dus toestemming gekregen om haar naar Suriname mee te nemen, want hij ging met zijn vrouw samen uit Madeira naar Suriname met een van die boten. En dat is mijn moeder meegekomen en die kwam hier, ze verstond geen woord Nederlands, ze heeft nooit hier op school gezeten of zo. Uiteindelijk na zoveel jaar hier te zitten sprak ze een soort Nederlands, maar ze heeft ons nooit Portugees geleerd, omdat eigenlijk een non van de Vreubelschool tegen mijn moeder zei toen mijn oudste zus op school ging, heeft aan mijn moeder gezegd, jullie moeten nooit Portugees met die kinderen praten. Anders gaan ze slecht worden in Nederlands. Nou, dat is een klinkklare onzin, want mijn moeder sprak geen Nederlands. Mijn moeder sprak een soort moxiwatra van Nederlands. Een beetje Sanatongo, een beetje mix. Portugees er doorheen. Hier en daar had ze nog een Engels woord, want er zijn veel Guyanese en Madeirese. Ja. Uit Guyana hier naartoe doorgekomen. Oh. Dus je had een aantal van die Madeira vriendinnen van die ook Engels spraken. Ja. Of een Engelse dus tongval eigenlijk hadden. Hebben ze hun eigen taal gemaakt. Ja, maar eigen taal gemaakt. En wij hadden ook een eigen taal. En dat spraken we thuis. En we wisten precies wat ze bedoelden. Ja. Ik wist wat ze voelden. Ik wist precies hoe het met haar was. Maar als ik dat taaltje op school had geschreven, had ik alleen maar 2-1 voor Nederlands gehad. Maar meneer Orlando, die komst van die Portugezen naar Suriname, toch? Ja. Hoe hebben die andere bevolkingsgroepen dat ervaren? Nou, ik heb allerlei verhalen gelezen wel eens, maar er is weinig over bekend. Maar op een gegeven moment wilde men een fonds opzetten om het overbrengen van Portugezen, van Madeira-Portugezen naar Suriname, te bevorderen. En toen waren er een aantal politieke figuren die vonden dat dat een beetje vervelend was, want dan zou je een heleboel van die lichtkleurige, want die mannen waren Europeanen uiteindelijk, ja, Europese ja. arbeiders krijgen hier. Ja. En dat werd dan gewoon gezien als niet bevorderlijk voor het evenwicht in de kolonie. Ja, ja, ja. En daar is wel eens protest tegen geweest en dat ding is niet doorgegaan. Oh. Want er waren een aantal mensen die dus die spontane emigratie, zoals mijn opa, die gewoon op een boot stapte. Overigens hebben ze vaak de reis niet betaald. Die man heeft gezegd, kapitein, ik wil mee. Ik wil naar Suriname en ik wil werk doen aan boord om een ticket te verdienen, want ik heb geen geld. Want er was armoede daar, hè, op dat moment, omdat die suikerriet was mislukt. Tenminste, Brazilië had overgenomen. En toen hadden ze daar armoede, bovendien kregen ze daar ook nog wat ziektes, zoals cholera en druivenpest.
dat schijnt daar ook geheerst te hebben, waarbij veel mensen zijn overleden. Oh. En op die manier zijn er van de 120.000 mensen die toen op dat eiland woonden, zijn er 30.000 naar het buitenland vertrokken in een aantal jaren. En dat is natuurlijk een heleboel, want dat is 25% van de bevolking. Hoe hebben die Portugezen hier in Suriname hun cultuur behouden? Ze hebben een paar dingen behouden, maar de meeste dingen zijn gewoon, ze zijn gewoon geïntegreerd in die Surinaamse gemeenschap. En hebben zolang als de mensen die echt uit Madeira kwamen, die hebben dus nog een hele tijd Portugese dingen gehad. Zo heb ik bij mijn moeder altijd met kerst aten we carne de vinhodade. Wat is dat? Dat is varkensvlees klaargemaakt in zuur. Dat wordt ingelegd in wekpotten. En dan moet je het wegzetten voor een paar dagen voor de kerst. En op kerstdag dan haal je het uit die dingen. Maar het gaat met veel knoflook, veel oregano en veel andere kruiden. Wij zetten ook peper erbij. Dat was Madeira niet bekend, maar dat is hier onze toevoeging aan het recept. En Madame Jeannette peper erbij. En dan werd het op een gegeven moment, na een week ongeveer, was het dan getrokken. En dan, werd het daar opgekookt. En dan ging dat vet, dat vlees moest ook vetranden hebben. Ja. Dus het moet buikvlees zijn of zo, of een bout. Een bout heeft ook wat, veel mager, maar ook, wat vet. En dan kwam het vet naar boven drijven en dat schepte je eraf. En daarmee kon je er weer brood bakken. Oh. Dus gebakken brood dat je had, bakken tot het zo bruin werd. En dat aten we dus veel. En we aten ook dat andere, wat die azijn die overbleef, daarin doopte je het brood. Maar daar was het heleboel knoflook en oregano erin. Dus dat werd een soort knoflookbrood. Ja. En dat hebben we altijd heerlijk gevonden. Oké, dat was gerecht, toch? Gerecht, en ik vond het heerlijk. Maar ik wil nog één ding even zeggen voor je. En toen zei ik aan mijn moeder, maar waarom maken we dat alleen op kerst? We kunnen het toch elke maand een keer maken? Nee, zegt ze, dat mag alleen met kerst. Traditie. maar is er ook een typische drank bij die Portugezen? Ja, wijn natuurlijk. Hè. De Portugezen drinken wijn, Madeira wijn is heel bekend in de wereld als een lekkere, zoetige wijn. En is er ook een typische kleding van die Portugezen? Nou, ze hebben inderdaad van die kleding. Nee, daarop zit het niet, nee. Maar dat zie je ook tegenwoordig helemaal niet meer. Dat is helemaal verwaterd. Ze hebben zich gekleed zoals de vrouwen zich hier aankleden. Oh, maar u weet niet meer hoe het eruit ziet? Jawel, het waren dingen met banden, herinner ik me. Een soort streepjes zoals hier, weet je wel. Maar dan was het meer rood en wit erin en zo. En ze hadden een mutje wat ze op hun hoofd droegen. En is er een typische muziek, dans? Ja, ze hebben fagot, hoe heet dat ding ook weer? Fagot. Dat is typische Portugese muziek. Hoor ik mijn moeder nog steeds zingen. Als ze in bad was of zo, dan zong ze dat lied. Maar het was. Er is weinig van de cultuur blijven hangen. Ja. Ze waren vrome katholieken, dat is gebleven. De meesten zijn nog steeds katholiek en die gaan ook nog naar de kerk en zo. En ze zijn dus vaak ook in de kerk, hebben ze ook posities en nemen ze dus allerlei diensten waar en zo. Dus dat zijn de zaken die dus wat de cultuur betreft zijn achtergebleven. Maar meneer Dos Ramos, weet u ongeveer hoeveel Portugezen hier in Suriname zijn gekomen? Nee, ik weet alleen tot 1864. Toen waren er 503 gekomen. 503. Maar hoeveel er daarna zijn gekomen, dat is heel moeilijk te zeggen. Men heeft nog een keer geprobeerd om wat meer hier naartoe te krijgen, maar dat is mislukt. Dat ging niet door op een gegeven moment. Maar zoals mijn opa hier is gekomen, die is gewoon naar een boot gestapt en heeft gezegd, mag ik meevaren? Ik wil werken voor mijn ticket. En zo zijn er meerdere geweest. En ook vanuit Guyana zijn er een heleboel naar hier gekomen. Zijn er klinkende namen van Portugezen hier? Ja, een heleboel. Ik bedoel, ik kan het beste ook op een rijtje kijken, want ik heb niet zo'n goed geheugen meer. Mijn leeftijd begint een beetje te staan. Wat is dat ding? Ik heb altijd achter je gestaan. Zelfs op de momenten dat jouw steunen mij pijn deed. Ik wilde altijd het beste uit je halen, zodat jouw basis goed was en je beschermd was tegen leed. Ik wilde je altijd groot zien worden. Groot, sterk en gezond. Ook op de moeilijkste momenten was ik er voor je.
vaak op de achtergrond. Ompsan wa lowatra. Ma ompsa ding nanga makandra. En wins no aten kenki mi ati na view. En a lobby disi na lobby futru. De Molen, al 50 jaar liefde van Suriname. Al onze producten verrijkt met ijzer, vitamine B1, B2 en foliumzuur. Maar namen als Gonsalves, Texeira, Pereira. Ik kan die lijst nog niet vinden die ik heb gemaakt. Maar Dos Ramos natuurlijk. Hè? Ja, ja. Correa. Jardin da Ponte. Zo kreeg je een heleboel van die namen. En ook namen die, vaak heb je mensen met een Creools uiterlijk. Ja. Die heten bijvoorbeeld Oliveira. Ja. Oliveira is een typisch Portugese naam. Maar dat kan zijn door vermenging, want net wat ik zeg. Een heleboel van die Portugezen zijn, er waren geen vrouwen hier, er waren te weinig vrouwen hier, 20% tegen 60%. Dus er waren drie keer zoveel mannen. Mm-hmm. Dus die mannen moesten natuurlijk op een gegeven moment lokaal een vrouw organiseren. En dat is dan hier een lokale vrouw geworden. En dan zie je dus veel mensen die dus inderdaad een Portugese naam hebben. Maar wat ik ook vermoed, is dat toen de mensen op een plantage werkten, dan zei men vaak, hey, hij is Dabreu, dat wil zeggen hij is van daar aan de overkant. Dabreu. Ja, Dabreu is ook zo'n Portugese naam. Maar je hebt ook Suarez en Gomes. Mijn moeder heette Gomes van haar meisjesnaam. Is het Gomes of is het Gomes? Gomes, zeggen ze in Portugees. Oh. Gomes is waarschijnlijk Spaans. Spaans. Want die naam bestaat ook in het Spaans. Ja. In Spaanse gebieden. Dan zeggen ze Gomes of Gomes. Ja. Maar wij zeiden Gomes. Gomes, met sh, weet je op het eind. Gomes. 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 Waar staan die Portugezen nu, hier in Suriname? Waar ze zijn? Ja, waar staan ze nu? Oh, waar ze staan? Ja. Als groep? Ja, als groep. Als in die groep samenleving. Zijn ze helemaal verwaterd en in de gemeenschap opgenomen. Er zijn een paar kleine groepen die dus zich nog laten zien. En je hoort van ze soms, want ze zijn vaak in de sport ook actief. Mm-hmm. En ik heb neefjes gehad die deden wielrennen, die waren mooie topwielrenners. Je hebt anderen gehad die zijn topschakers, die naam kent u waarschijnlijk ook wel uit het schaken. Ja, want ja. Hun waren ook degene die het eerste hier reportages gaven van schaakwedstrijden en hoe dat ging. Mm-hmm. En die ook een schaakacademie hebben opgezet. Mm-hmm. En dat zijn neefjes van me, dus kinderen van een, kleinkinderen van een broer van mijn vader. Mm-hmm. En daar ik zit even te kijken of ik die namen kan vinden, want ze hebben een heleboel van die namen toen die soms namen waarvan je zei, oh, is dat ook een Portugese naam? De Jezus, hè? Sylvester. Ja, zo Sylvester ook. Ja. Oké. Okay. Maar Sylvester, mijn moeder, heet, als je dus in deze officiële papieren kijkt, ja, dan ja. heet ze Gomes. Oh, Gomes. Gomes. Maar Gomes. Ja. Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand die er moest inschrijven, die heeft gezegd, ze heet Gomes Sylvester. En hij zegt, dan is Gomes de naam van je moeder. Nee, zegt ze, mijn hele familie heet Gomes. En nou heet de hele familie op Madeira, die bestaat daar nog. Ja, ja. Die heeft een broer van haar, is al overleden intussen, maar die heb ik nog gekend, heb ik nog ontmoet. Toen ik daar 20, 25 jaar geleden was, mm-hmm. heb ik nog ontmoet. Ze hebben me over het hele eiland rondgeshowd om alles te laten zien. Ja. Maar ze hebben tegen mijn moeder gezegd, dan heet je Sylvester. En ze hebben haar genoemd Isaura Sylvester. Kijk, zo staat ze hier in het Surinaamse boekje, familieregister. Kijk, hier. Ja, ja. Hier heb je dus de naam van de moeder. En dan staat ze Sylvester, Isaura Sylvester, dochter van Huppelepup, Goom ja, Sylvester. Ja, klopt. Wat is dat jij de poring? Ja, de man poring staat niet. Ja. Meneer Dos Ramos, hey. Wat tapping. Abom. Er is nog een heleboel te vertellen over de Portugezen. Oh, ja. We moeten nu naar Baba en Mai. Dus de Hindustanen, de ja, komst ja, ja. van de Hindustanen hier in Suriname. Dus we gaan groeten. Okay. Mensen, dat was het weer met meneer Dos Ramos. Die ons toch een beetje heeft kunnen vertellen over de komst van de Portugezen naar Suriname. Vanuit Madeira. 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 Madeira.
Ja, vanuit Madeira. We gaan groeten. U mag daar groeten, middels de camera. Doei. Bye bye. Ja, oké. Okay.